Shit. Oh, what the fuck? Shit! Have you ever felt like shutting the fuck up? No. Fuck. Heb ik er ooit al zo fucked up uitgezien als ik begin met de vlog? Wel, nee, ik denk het niet. Het is vandaag tijd voor een nieuwe vlog. Vandaag gaat niet echt een vlog worden, want dat hebben jullie ook al gezien aan de titel, maar toch wel. Het is nu 4 uur. Ik zie er fucked uit. Echt, what the fuck. Ik schaam mezelf, wat de hel. Snap je, ik kan zo kijken in dat schermpje van mijn camera en ik zie er echt. Wat kan je doen als je fucked bent? Er zijn een paar dingen die je kan doen als je fucked bent. En één daarvan is douchen. Inderdaad, jullie snappen het goed. Als je volledig fucked was na een feestje, dan moet je gewoon douchen. Er zijn geen andere opties. Jullie kunnen andere opties op mij gooien, maar ik weet geen andere optie. Alleen douchen. Als je doucht, dan kom je door elke fuckte situatie. Dit feestje heeft mij gefuckt. En dan bedoel ik niet gefuckt met de U, dan bedoel ik gefuckt met de A. Want als je gefuckt bent, dan ben je echt gefuckt. Dan kom je zo thuis morgens en dan weet je dat als je mama je gaat zien, fuck, ik ben gefuckt. Ja, ik was gefuckt, shit. Dag als deze beklagen mij dat ik dagelijkse vlogs maak. Het is nu 9:30, ik ben net aangekomen thuis en ik voel mezelf al door mijn matras zakken en ik ben echt fucking hard gecrashed. De gemiddelde douchetijd die je hebt als je fucked bent is 10 minuten. Als je langer dan 10 minuten onder je douche staat, dan ben je nog fucked op. Hè? Dan val je zo in slaap in de douche. Dan lig je zo tegen de muur en dan word je ineens wakker en dan... De snorgame begint overdreven hard te worden. Deze Italiaanse predelsnors. De sokken komen eraan. Blijf ik zeggen, ze komen er echt aan. Deze keer is het geen scam. Ga verder douchen en dan gaan we leuke dingen doen. Toch? Deze kamer is fucked. Kan je duidelijk zien aan mijn bed. Alles waar je ligt is fucked. Fucked, 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 fucked. Ik weet gewoon niet hoe ik moet omgaan met deze fucked situatie, maar dat is geen probleem. Er zijn betere dingen te doen. Dat zijn deze premium jumbo packs op FIFA 18. Niet denken dat ik iets van FIFA 18 weet ofzo. Als ik een goede speler pack, dan weet ik het waarschijnlijk zelf niet eens. Maar ik vind het super leuk om pakketjes open te doen, want dat is een beetje hetzelfde als gokken. En ik vind gokken leuk. En ik heb gratis puntjes. Dus ik kan gratis pakketten open doen als ik een goede speler heb. Dan... ja, ik kan geen FIFA spelen, dus. Stel ik heb een goede speler en is dat fucking nice. Dus wij gaan een beetje pakketjes open doen. Hij zegt, ah! Primo jumbo, heel groot pakket. Ladies and gentlemen, we spelen een spel vandaag. We spelen FIFA 18. Die vind ik mijn verborgen talent. Dan kan ik carrière maken in de FIFA 18 wereld. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk helemaal niet. Waarschijnlijk verre van niet. Waarschijnlijk suk ik hier keihard in. Het goede is, we hebben nog 11.850 FIFA punten. En het zijn maar 300 punten voor FIFA, Jumbo, Premium, Jumbo, Goud. Jumbo pakket. Dus dat betekent dat we 3000 punten kunnen verneuken hieraan. Als we nog niks hebben dan. Als we dan nog geen Messi hebben of Ronaldo of iets anders. Dan hebben we nog genoeg punten om andere pakketjes op te doen. Ik weet niet veel van dit spel, maar ik weet wel dat er elke week een soort van team is van de week. En dan kan je daar leuke spelers in. Deze week zit er een Belg en dat is fucking Lukaku. Ha! Lukaku. De Bueno, man. Ik heb zin in iets. Oh, er is nog een Bueno. Hé, hey, waarom neem je deze niet? Nee, die is te zwaar. En deze dan? Dat is niks voor mij. Ik hou meer van een Bueno. Als we deze guy pakken, dan ben ik fucking blij. Ik bedoel, hij is fucking nice, hij is Belg. Ik ben ook Belg, voor de mensen die dat niet wisten. We gaan gewoon pakketjes open doen en dat wordt chill. Ach, fuck. Het doet altijd pijn aan mijn hart als hij zoiets doet, maar oké. Okay, ik denk, oh, fuck die shit, ik kan me geen hol schelen. Kom aan! Hey, hey! Fuck, what the fuck, man. Deze haar, what the fuck, man. Waarom hoor ik gejuichen zo? Kijk, ik voel al dat het verkeerd aan het gaan is. Ik voel dat heel deze pack opening nu al fucked is. Volgende! Ja, let's get it. Peace and love and friendship and... fuck. What the fuck? Wel, fuck. Shit. Fuck. 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 Deze guy is eigenlijk helemaal niet zo slecht, man. Kono, Pilia, Carrara, man. We hebben deze guy. Ziet er ook echt fucked uit, what the fuck. Ik zag altijd bij andere YouTubers dat als je zo, weet ik veel, een goede speler in een pakje had, daar zo veel fletjes uitkwamen en zo. En dan zag je een mannetje wandelen en zo. Dag, fuck, het zijn, what the fuck. Dit zijn toch die Premio Jumbo goud fucking pakketten? Wat is dit? Oh, oké. Okay. Het enige wat mij boeit is pace. Dus, this guy heeft 92. Op deze manier gaat het niet lukken. Op deze manier gaat het echt niet lukken. Misschien een comfortabel pack. Dit is een comfortabel FIFA Premium Jumbo Goud pakket. En hebben we eigenlijk... no. Fuck. Shit. Fuck. Volgende. Er was niet eens een flitsje deze keer. Er was niks. Ha.
kutspel. Niet aan het kijken. Ik zie niks. Ik zie geen fuck. Ik zie niks. Ik zie geen fuck. Ach, fuck. Ik had beter niet gekeken. Deze dikhoofdige Fransman. Ach, fuck, shit. We hebben er nog vier. En tot nu toe hebben we nog geen fuck. Geen Lukaku. Geen Neymar. Deze premium jumbo goudpakketten stellen teleur. Oh, dat is iets specialer. Waarom nu ineens zo iets speciaal? Nog drie. We doen een neuspack. In vorm Lukaku. Of niet? Alweer. Oké. Moet ik hierop reageren? Weet ik veel wie dit is. Misschien is deze guy goed. Ik weet het niet. Ik had ook niet veel kans dat ik Lukaku ging packen of zo, maar ik heb mensen het zien doen. Geef mij een goede kaart, ook al heb ik niet betaald voor dit spel. Fucking Chinees. Are you fucking kidding me? Kijk, we hebben nog één fucking pakje. Nog één. Eén laatste speciaal pakketje. Geef mij de boy in, oma. Je bent Romelu Lukaku, de voetballer. Ja, yes. Dank je. Neem maar een foto samen. Smile. Zeker niet. Wie de fuck is dit? What the fuck? Weet je wat ik doe met dit spel? Weet je hoe ik hiermee omga? Weet je wat ik hiermee doe? Hè? Fuck dit spel. Fuck dit spel. Fuck FIFA 18, ik meen het. Fuck dit. Fuck. Kutspel. Fuck. 10 premium jumbo pakketten. Niks. Geen fuck. Wie de fuck is dit? Hallo. Oké. Nu moet ik terug om die doos. Anders gaan mensen boos worden. Oké. Aska. Ja, fuck off. Ik ben hier niet voor jou. Jij. Nee, ga weg. Ga weg. Weg. Maar jij hebt geslaan op mijn kleine pussy. Jij hebt gekrabbeld naar mijn kleine pussy. Jij was stout. Kijk, de volgende keer dat ik pakjes op doe, dan wil ik niet daar nu. Oh, fuck. Shit. Hallo, what the fuck? Shit. Mijn mama zei vroeger altijd geen geluk en spa is geluk en liefde. Nou, dan moet het dat zijn. Ik ga liever gewoon een Lukaku gepakt hebben ofzo, maar oké. Ah, het is zondag. What the fuck kan je doen op een zondag? Niks, inderdaad. Niks. Er is ook geen eten meer. Altijd kijken. Appels. Toch bedankt aan PlayStation voor FIFA 18. Geluk is nooit echt aan mijn kant geweest in het leven van spelletjes. Ik heb echt wel 1000 euro of meer opgedaan aan games en dan zo pakketjes open doen. CSGO, FIFA 18, weet even welke spellen nog allemaal zijn. Nooit iets gehad, nooit, nooit geluk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is nog maar 7 uur. Deze vlog kan nog succesvol worden. Ik weet niet hoe, maar ja. We kunnen nog leuke dingen doen. Ik kan nog live streamen, denk ik. En misschien ga ik nog naar buiten. Dus ik ga er. Oké, het is momenteel 9 of 8 voor 9. En ik ben aan het livestreamen. Ik weet niet, hier kijken 10 mensen altijd naar mijn livestream standaard. Wil je nog eens naar livestream kijken? Dan moet je gewoon eens kijken naar mijn livestream op Twitch. Ik ben aan het streamen. Er kijken mensen. Kijk. Oeh. Ah, kut. Ik film de chat. Ah, er kijken toch wel een paar mensen. Shoutout naar deze mensen. Ook een enge shoutout naar Gaming met Belgen. Want ik had zin in pizza. En hij heeft die pizza gesponsord. Dus, yo, bro. Ik zit aan de voedselbank en ik heb geen geld om eten te kopen. Dus, bro. You supply my pizza. En mensen die pizza gooien op mij. Yo, jullie verdienen de shoutout. Jullie verdienen de shout. Dus ik ben nu aan het streamen. Straks als mijn pizza komt, film ik de pizzakourier ook gewoon. Dus, dames en heren, doe het nog een vette avond. Ik ga straks misschien nog even naar buiten. Dus, see you later, alligator. Yeah, fucking cunts. Het is een hele leuke livestream. Als jij nog nooit hebt kunnen kijken naar de livestream van mij. Snap je, volg mijn Twitch gewoon. En zet zo notificaties aan. En ik livestream altijd op random momenten. Meestal de zondag of de dinsdag. Of de donderdag. Moet eens kijken naar de livestream van mij. Het is altijd leuk. We doen altijd fucked up shit. In deze stream heb ik echt naar rare muziek geluisterd. Snap je? Is fucked up. Klinkt niet heel fucked up, maar dat is het ook. Snap je? Ik zie de laatste tijd ook heel veel mensen in de streams die gewoon terugkomen. Daar altijd dezelfde mensen zijn. En er komen ze altijd nieuwe mensen bij. Dus het is altijd one happy family. Ik ga nu slaapjes doen. Ik heb heel veel zin om te slapen. En vanaf morgen is het dan weer oktober en shit. En dan ga ik weer heel fucking vlogs maken. En morgen is dat zo voor mij 1 oktober. Snap je? En dan gaan we zo vlogs maken. En elke dag een video uploaden. En fucking vette shit doen. Dit is een bericht. Naar alle YouTubers die mij nadoen en ook kutvlogs maken. Snap je, ik heb jullie door. Ik zie jullie. Ik zie dat jullie mij nadoen. Ik zie dat jullie dezelfde shit doen als mij, jullie vlogs. Ik zie dat jullie dingen overnemen van mij. Ik zie jullie. Probeer het niet. Ik kom voor jullie allemaal, snap je? Ik slice jullie allemaal open. Probeer mijn ideeën niet te stellen. Niet zeggen dat ik Enzo Knol nadoen, omdat ik vlog. Ik doe iets heel anders dan Enzo Knol. Dus probeer dit niet na te doen, snap je? Ik zie jullie. Ik weet dat jullie dit zien. Het is een bericht naar jullie. Ik ga slapen. Bedankt om te kijken. Is mijn zeker duimpje omhoog. Echte broeders, gooi die like. Ik ben AC. Tot de volgende keer. Oké, slaap wel. Oeh.